Bij 2370 Zeeuwen is het afgelopen jaar kanker geconstateerd. Dat is een stijging van 27% ten opzichte van 10 jaar geleden. Dat blijkt uit cijfers van het Integraal Kankercentrum Nederland. Vooral het aantal gevallen van huidkanker steeg flink, met bijna 100%. Volgens het centrum wordt die forse stijging voornamelijk veroorzaakt doordat er steeds meer hoogbejaarden bijkomen. Maar ook bij jonge mensen neemt de ziekte toe doordat ze hun huid meer aan de zon blootstellen. In Aquapolis, het grote aquarium van Deltapark Neeltje Jans, komt binnenkort een groep haaien. In een van de bassins zijn vanaf 1 april haaien uit Engeland, Lyon en Barcelona te zien. De vorige vissen van het bassin, onder meer roggen, kathaartjes en lipvissen, zijn verhuisd naar het Dolfinarium in Harderwijk en het Vlissingse Arsenaal. De vakantieparken beleven een normale voorjaarsvakantie. Volgens de VVV is het gezellig druk, maar zitten de accommodaties niet vol. Bijna 1,5 miljoen Nederlanders gaan deze periode op vakantie. De helft van hen blijft in eigen land. Vakantie in eigen land wordt vooral doorgebracht in huisjes en bungalows. De actiegroep Vrienden van Waterdune Nee roept Zeeuws-Vlamingen op om vanaf 24 februari elke vrijdag de Zeeuws-Vlaamse vlag half stok te hangen. De actie is bedoeld om de teleurstelling en boosheid over het doorgaan van het plan Waterdune zichtbaar te maken. De actiegroep heeft voor de vrijdag gekozen omdat op vrijdag 17 december 2010 het voorstel tot onteigening van de gronden werd aangenomen. Heeft u tips? Bel ons of mail.